Ja, beste mensen, salam alaikum. Een hele goede morgen. Na 3-4 rustdagen te hebben gehouden in Istanbul, ga ik weer mijn zadel op. We gaan richting Bursa. Om juist alle drukte in Istanbul te vermijden, zal ik alleen maar een stukje met de boot gaan om de zee van Marmara over te steken, inshallah. Mashallah. Ik heb geen eten bij, jongens. Sorry. Hele drama net. Ze zijn hier bezig met de marathon. Ik moest helemaal weer omfietsen. Allemaal tijd, denk je wel. Maar Gerrit Jan, als het goed is, gaan we het gewoon halen. Deze jongen komt uit Duitsland en deze jongen komt uit Oostenrijk en ze zijn ook aan het fietsen. En dit zijn hun fietsen. Ja, all of you don't have so much luggage. Like, look at me, I have too much. We hebben mijn fiets al geplaatst. We gaan een kleine opsteek maken en we gaan wat koffie drinken. Hi. Ja, beste mensen, we zijn bijna aan de overkant. En dan gaan we fietsen richting Bursa. We zijn er. Let's go. Alhamdulillah. Duizend meter moeten klimmen, 7%. Oh ja, 7% piek, 4 kilometer lang. Good elevation, yeah. Bursa is op nummer 4 als grootste stad van Turkije. Istanbul is weer een Ankara, die zijn groter. En hier leven toch wel bijna 3 miljoen mensen. We gaan nu naar Ulu Jami moskee. En we gaan even kijken en even bidden, inshallah. Het is gewoon prachtig. Deze moskee is gebouwd door een Ottomaanse sultan. Is geleverd in 1399. En zijn naam is Bayezid. Hier erin Bayezid. Het ziet er echt heel mooi uit. Inshallah. Het is gewoon 600 jaar oud ongeveer. Everyone is filming. How are you? Hey. Nasıl bana atacak? English. Het ziet er echt heel veel bergen, mashallah. Echt heel mooi. Bursa is een hele mooie stad. Beste mensen, we zijn nu in Bursa. En in Bursa is er een specialiteit. Dat is Iskender. Dat gaan we nou even proberen. Gaan we even proeven. Ik heb heel veel tips gekregen van de Turkse gemeenschap, mashallah. We gaan het even proberen. Dus, en dan laat ik jullie daarna weten of het goed heeft gesmaakt. Iskender, jongens, Iskender.